Aad Veerman keek toe en zag dat het goed was. Het feestje dat hij 17 jaar geleden bedacht en nagedacht is aan de enige Nederlandse Olympisch kampioen bokser ooit, bestaat maandag 8 november uit 4 amateurpartijen tussen boksers uit Nederland en Denemarken, damespartijen van Noeska Fontijn en deze Marichel de Jong en dus die ene profpartij. Na een jaar zonder gevechten mag Hakan Sari eindelijk de ring weer in. Het is voor mij gewoon een eer. Als je naar de persoon van Bep van Klaver kijkt, ik ken zijn broer Wim van Klaver, die was overleden en Piet van Klaver ook. En ik ben ook met hun een beetje opgegroeid. Ik ben bij hem ook begonnen met boksen. En als je dan al die verhalen hoort over Bep en over die oude boksers, weet je. De Bep van Klaver Memorial wordt volgende week maandag zoals gebruikelijk gehouden in het topsportcentrum naast de Kuip. Met 3.500 genodigden op de tribune.